Vi gleder oss veldig, vi også, til dette første paret som vi ser her. Sverre Haugli skal møte Henrik Kristiansen. Joel Eriksson møter Matteo Anesi fra Italia i det andre. Wouter Oldehøfel og Rens Rottefeldt fra Nederland i det tredje. Og så er det vanningspause. Og så er det kampen om medaljene som kommer da deretter. Contain mot Blockhausen. Ivan Skåbrev møter Konrad Nitsjetski i det femte. Og så er det i det siste duellen mellom Sven Kramer og Enrico Fabris. Kramer leder altså i sammendraget. Fabris må hente 1,58 sekunder på denne 10.000 meteren. Skåbrev har det langt vanskeligere. Han må hente 25,3. Og det blir for mye å hente også til Fabris, jeg er redd for. Så det var nok de tre første her som tar seg av medaljen også. Sendingen presenteres av Boligbyggeren Selvåg, Rekruttering og bemanningsselskapet Jobsol, og hotellnettsiden hotels.com. Det er jo litt ergerlig, Geir Karlstad, at vi får et norsk oppgjør allerede i det første paret. Det hadde vært liksom litt artig å få spredt det litt. Her sitter Peter Müller og koser seg med på dritt. Ja, det er ikke akkurat deltakermaten det der. Det er som du sier, innledningsvis, og så starter 10.000 når du er litt sånn usikker på hvor glatt det er og så videre, så er det en fordel også godt bak da noen som du slåss med sammenlagt eller distansen. Så du så jo det på Maren Haugli, som var da 7-8 tiendeler bak da pallplass på 5.000 i dag. Og det gjelder da å føle seg fram, men du skal da være ganske bevisst på sluttida. Vi har vel lagt opp et skjema til, ja, skal vi si 13.25. Ja, passer det? Ja, det er akkurat det at når du står til det første par, så må du ha gjort deg opp en mening på hva du tror skal bli vinnertida, og hva du tror du skal prestere selv med et optimalt løp. Og jeg tror at det ligger rundt 13.25. Ja, og vinnertida ligger rundt 13.10. Ja. Mellom 13.10 og 13.15 kanskje. Et sted der. Ja. Nå må du passe på øra, Geir, for nå kommer smeller snart her, rett foran oss. Vi sitter rett over for startstreken og på 10.000, som er den konstante målstreken i et allround-mesterskap. Sverre Haugli har gjort det bra i mesterskapet, men han ligger på siste plass av de som skal gå. Henrik er nummer 10. Henrik har løftet seg veldig bra gjennom denne sesongen. Har levert sterke saker, ikke minst på 1500 meter tidligere i dag. Yep. Da får vi se om disse to nå kan duellere seg fram til sterke prestasjoner og gjøre det vanskelig for de som kommer i det neste parene. Henrik tror jeg nok er en langt bedre 10.000 meter løper også denne sesongen, ut fra de sterke 5.000 meter løperen han har gjort. Så han kan nok være med Sverre ganske lenge her, og kanskje helt inn. Og de åpner med 36 blank. Ja, og det er en grei åpning, og det er som du sier, Henrik har hatt en veldig fin framgang, og han er i form. Det så du ikke minst på siste oppløpssida på 1500 meter, hvor han da får veldig svar og øker hastigheten inn mot mål og klarer å vinne det paret. Sverre har gjort 13-14 på 10.000 meter denne sesongen. Det var under verdenscupen, da han gikk kvartettstart i B-gruppa. Han ble diskvalifisert da, men tiden var 13-14. Mens Henrik har 13.27 og har en pers på 13.21. Haugli har en pers på 13.12. Så Sverre har vært ganske nære sin personrekord, men det er vel litt fordelaktig å gå kvartett i forhold til slik gutta går nå. Ja, det kan være det, og det var jo nettopp det som skjedde, at han tok igjen noen, og en hang seg på, gikk forbi, og så ble det surrete rundt den, og jeg synes egentlig han kom litt uforskyldt opp i en vanskelig situasjon, som gjorde at han ble diska. Han tar initiativet her, Henrik. 32-4 på runden. Og det
Det 32 blank inn til mål fra det skjemaet som vi snakket om på 13.25. Og det tyder da på at det for fort, og at det blir tøffeste laget. Ja, vi får se hva de stabiliserer seg på nå etter hvert. Prøver seg jo litt fram nå. Hva kan de klare? Virker altså som om runder rundt 32 blank kan være litt tøft. 32-4 på Haugli, 32-7 på Henrik. Nå har Sverre også kommet tilbake og melder seg på. Men Henrik kjører litt igjen han og vil ha en liten ledelse nå fra Indre. Situasjonen for Sverre Haugli helt sist av de startene på 10 000 meter. Det at han må slå Anesi med 8,6 for å gå forbi han. 9,1 til Henrik. Og så det 10,1 til Rottefell. Joel Eriksson 18,9. 25 sekunder til Oldehøfel, og da begynner det å bli vanskelig. 26 sekunder til Konrad Nitsjevski. Mens Henrik har litt gunstigere utgangspunkt. Han må slå Rottefell med 1 sekund. Slå Eriksson med 9,6. Walter Oldehøfel med 16, og det blir trøblete. Men han kan kanskje klare noe i nærheten av 17 sekunder på Konrad Nitsjevski. Så det har muligheter til å avansere begge disse løperne. 1,7 ligger de bak 13.34.5, som 32.5 inn til mål. Det virker som de stabiliserer seg der, og da går de ganske avspent nå innledningsvis, slik at det siste 5.000 så skal de klare å holde det inn. Ja, følges fint av Henrik og Sverre her nå. 32.3 på Henrik, og Sverre litt over 32.5 da. Og så det Sverre sin tur til å kjøre litt på vekslingssida nå. Og det jo klart at det ingen som har lyst til å tape denne duellen her. Nei, hadde det vært Sverre nå så hadde jeg kittet det litt i innersvingen der, slik at jeg får litt meter og lede oppover oppløpssida fra Indre. Da har du overtak, og det en deilig følelse, samtidig som du presser makkeren. Tilsvarende gjør det Henrik riktig ved å ligge litt i tet, selv om Sverre kommer nå. 32-2 og 32-5 som vi ser. Og da de... Har de denne marsjparten til 13.34, og de med nå fra Jevnaker, det de I aller høyeste grad. Og han har en heia-gjeng her også, Henrik, som en terrier. Han en virkelig fighter, Henrik Kristiansen. Kikket litt ned på skjøytene nå ved utgangen av svingen. Har en liten ledelse, så vidt det i forhold til Sverre. Måtte over 32,5 begge nå. Nei, 1,8 bak 13.44,5. Det altså vanskelig å si da hvor godt dette i og med at det det første paret. Går fortsatt avspent Sverre her. Jeg ville lagt meg et par meter foran fra Indre her. Ja, det jo Sverre som... Høyst sannsynlig 10.000 meterløperen av disse to i Vancouver. Norge har tre plasser. Den ene går til Håvard Bøkko, så klart. Den andre ligger Sverre best an til å få. Og så slås Henrik her med Øystein Grødum. Og kanskje også Fredrik van der Horst. Men siden Fredrik ikke fikk gå 10.000 meter her nå på grunn av skaden sin, så vel han ute av den kampen, men kan kanskje komme til Vancouver gjennom å være en god reserve til lagtempolaget. Ja, de klarer ikke å holde seg på 32,5, Geir. Nei, men Sverre Henrik klarte å svare på Sverre der. Men de må jobbe seg ned mot 32,5. Ja, hadde nok trodd at vi skulle fått en tid som ikke var så langt unna det vi la opp på forhånd. Jeg litt overrasket over at det går fortere runde for runde her. Litt i overkant av 32,5 igjen. Men begge i stand til å gå siste 5000 raskere. Spesielt Sverre har hatt en tendens til å gjøre det.
det du som har lært han å gjøre det? Ja, passer jeg. Det på 6.51, første 5.000. Ja, noter det, så har vi 6.51 der. Når jeg spør om du som har lært han det, så jo det for, på grunn av 14.12.14 og verdensrekorden, hvor du gikk den siste 5.000 meteren atskillig raskere enn den første. Ja, nei, det... Det har jeg ikke, men... Sa MB-sjefen Karlstad. Nei, men det her sånn, så det veldig viktig også å ha de kreftene til å stå inn denne distansen. Vi vet at det litt tøffere forhold enn det det pleier, og da må du ha kreftene inn mot mål. Jeg kjenner det når vi sitter her time etter time, Geir, så begynner det å bli kaldt og sitte helt stille. Så det ingen ideelle forhold i vikingskipet sånn sett. 5600 meter skal passeres nå, og fortsatt det jevnt. 32,8 på Sverre, og Henrik måtte nå over 33 og må skjerpe seg nå. Det gjør han litt også. Vi husker hvordan han kom på slutten på 5000 meteren I Salt Lake City, da han satte den personlige rekorden sin på 6.15. Da var han veldig sterk I avslutningen. Og her han tilbake igjen, terrieren fra Asker. Og 6.14 blank, 32.7, og nå var det Sverre som måtte over 33. Det ligger 4 sekunder bak nå, 13.44. Det 13.34.5. Ja. Skal vi se nå hva som skjer. Klarer ikke Sverre å ta ledelsen fra Indre nå? Nei, det Henrik som tar kommandoen I yttre. Nå får han en utfordring av lagkameraten sin, Sverre Haugli. 32.7 på Henrik nå, 32.9 på Sverre Haugli. Og vi ser han kjemper innbitt. Henrik Kristiansen, han har usett vanlig lyst til å gå 10.000 meter også I Vancouver. Han jo klar for 5.000 meter laget, slik det ser ut I øyeblikket. Ja, ikke en god vekslingstid der, og en god innersving. Det bra dette at han klarer nå å ta seg sammen og gå ned rundetiden sin litt. Ja, se her. Nå distanserer han Sverre med 10 meter. 32,5 halvsekunde bedre enn Sverre nå. Og terrieren fra Asker, han I ferd med å levere en bra avslutning også på denne 10.000 meteren. Nå må Sverre skjerpe seg bak der. Sverre har da ikke særlig lyst til å gi fra seg dette til Henrik. Henrik har vært I flyten I det siste, og Sverre ser ganske avslappet ut bak der, men han får også nå en langt dårligere rundetid enn Henrik Kristiansen. Ja, treffer mye bedre Henrik, mye mer aggressiv også. Og veksler godt foran Sverre Haugli. Og da spøker det Sverre. Om det ikke Henrik som skal ha plassen etter Håvard Bøkko på 10.000 meter. Det en virkelig utfordring Sverre har fått nå. Synes ikke det ser så bra ut for Sverre dette. Og Henrik han gir seg ikke. Han får nå 32.4, går rundetidene ned. Men Sverre han blir der på 33 og drøyte. Det bra I løpet av Henrik dette her. Gikk også en god utgang på den innersvingen. Kjemper godt med seg selv. Det alltid tøft når du står I en 5 runder. Selv om da begynner du å nærme deg mål. Det en deilig følelse, og da det bare å øse ut de siste kreftene. Ja, Henrik har sagt at han synes det begynte så smått I Heerenveen, og så har det bare utviklet seg videre. Og da han kom til Nord-Amerika og fikk nye trenere, så følte han fikk litt mer luft under vingene, og så har det bare gått rette veien. Og nå legger han Sverre Haugli meter for meter bak seg. Ja da. Dette like publikum. Dette en løper som kjemper virkelig med seg selv og med de han skal duellere mot. Og får lønn for strevet her, Henrik Kristiansen. Tar en solid parseier. Og det selv om tiden ikke blir det helt store, Geir, så det et bra løp. Jeg kan ikke tenke meg noe annet. Nei, det ser han treffer bra. For Henrik så dette en stort løp. Og
Det vanskelig å si hva det blir til slutt, men det også tegn som tyder på når jeg ser Sverre oppover der, at han treffer ikke. Det noe som skurrer for hans del, men Henrik går godt her. Og de rødkledde fra Jevnaker, de heier like mye nå på Henrik som de heier på Sverre. Der skiller det ikke særlig mellom disse to løperne. De gir hva de kan til begge to. 12.02.6, 32.8. Må litt oppover I rundetid nå, men fortsatt halv sekunde foran Sverre også på denne runden. Ja, jeg synes dette bra levert. Det et bra mesterskap Henrik Kristiansen leverer der, her I dag. Han gjorde det bra på 5000 meter I går. Hadde en fin 1500 meter tidligere I dag og gjennomfører en solid 10.000 meter. Og det ikke tale om at han sprekker når det 2 runder igjen. Klarer å holde seg unna 33-tallet denne gangen også. Mens Sverre får 33-2 og har stabilisert seg på lave 33 runder. Femte 5,9 sekunder bak 13-34-5. Så han Henrik, slåss nå for å gå under 13-40. Ja, og Henrik lå jo på plassen foran Sverre Haugli I sammendraget. Så han blir vår bestemann denne gangen I et mesterskap hvor Håvard Bøkko dessverre falt I andre sving og fikk ødelagt litt av skulderen sin igjen og kom tidlig ut av mesterskapet. Fredrik Vanderhorst han fikk trøbbel med kne, mens Henrik Kristiansen han viser seg fram som et veldig, veldig lovende allround-talent og slår Sverre Haugli på 10.000 meter og aspirerer nå til den andre plassen på Norges lag I Vancouver. 3.41.17 og Sverre ikke så langt bak, men taper klart her. 13.45.80. Det var ganske overraskende at Henrik var såpass mye bedre enn Sverre på 10.000. Og med det så setter vi tilbake til deg, Dag-Erik. En her rijden ze. We hebben een stel schaatsers die eigenlijk niet zulke liefhebbers zijn van de 10 kilometer. Eriksson rijdt goede 1500 meter, deed dat ook vandaag. Werd zesde, Annesi werd tiende. Het zijn de nummers 8 en 11 in het algemeen klassement. Maar ze komen niet in de buurt van de tijden van de twee Noren die reden in de eerste rit. Hier zicht vanaf de tribunes waar de fanclubs van Haugli en Bucco plaats hebben genomen. Annesi zilver, de 500. 17e op de 5 kilometer, 10e op de 1500. Ja, de tribunes zijn helaas leeg. Sunder al zei al, als Bucco gewoon top 3 had gestaan, was het vandaag helemaal vol geweest. Zo zijn Noren. En die kaartjes waren in de voorverkoop verkocht, dus die laten ze dan liggen. Dan gaan ze gewoon niet. Dan gaan ze lekker televisie kijken naar de schansspringen of langlaufen of wat allemaal nog meer bezig is. Handbal. Handbal is hier de populairste sport. Onvoorstelbaar, hè? Ja, als dat zo koud is, dan is het ook lekker om in een hal een balletje te gooien. 6400 meter. Allemaal rondjes onder de 34-0 voor Annesi. Nu ook 33-8. Dan rijden ze op een schema die net boven 14 minuten ligt. Eriksson staat een plaatsje boven Rottevel. Nummer 8 in het klassement. Je mag ervan uitgaan dat Rottevel Eriksson zal gaan pakken in het klassement. Dus Rottevel kan ook nog omhoog kijken. Maar moet ook achterom kijken naar Kristiansen bijvoorbeeld. Annesi lijkt me niet zo'n gevaar voor Rottevel. Dit is de succescoach Mauricio Marchetto. Jarenlang. Ik weet eigenlijk nog niet anders. Hoewel ik heb hem ook ooit zelf zien schaatsen. Oud-schaatsen. En dat is toch wel de klasse van Marchetto. Dat hij jaar in jaar uit in staat is met een klein groepje medailles te halen op grote toernooi. Hij is even weg geweest. Dan waren daar Barishev,
Maar er werd helemaal niks. Kun je nog herinneren? Met Barisheva, zijn dochter nam niet om mee. En er zijn geruchten dat deze Italiaanse coach volgend jaar naar Rusland zou gaan met het oog op de Olympische Spelen van Sochi. Ze zoeken daar een goede coach. En het cv van Marchetto, dat pleit voor hem. Successen gehad met Siegel, successen met Fabris, successen met de ploegachtervolging Olympische Spelen Turijn. Daar was goud, ook voor Annesi. En Fabris is nog steeds niet kansloos, ook vandaag niet, voor de Europese titel. Kramer moet nog wel eventjes afrekenen met de Italiaan. En Kramer gaf een cool interview naar de 1500 meter. Maar hij zat steen en steen kapot. Onder deze omstandigheden tijden van 1.47.05 en 1.46.3. Die jongens hebben het maximaal uit elkaar gehaald. Fabris en Kramer. Wordt bijna een klassiek gevecht op die 1500 meter. En daar Annesi, die is steen en steen kapot. Nog 5 ronden. Daar komt Eriksson. Eriksson die ook al een WK sprint heeft gereden. In het verleden. Voor hem zijn de wereldbekerwedstrijden en wekenafstanden een uitkomst. Echt iemand van die middellange afstand. Maar dit is een leidersweg voor beide mannen. Dit zijn... ik herken het wel een beetje. Ik kan je nog herinneren, Lalenkov, echt van die 1500 meter rijders die dan een 10 kilometer rijden. We zijn Neil Marshall, dat op de Canadese tv. Deze mannen hebben benen als over... doorgekookte asperges. We kunnen niet meer op benen staan en moeten nu nog 4 ronden. Holdeheuvel. Met ons aan het inrijden. Ja, had moeite met de 10 kilometer. De Olympische kwalificatie. Maar dat is het probleem. Op de langste afstanden speelt zijn knie op. Ja. Dus op de 10 nog meer dan op de 5. Daar is hij ook bang voor. Eerlijk zo. Taaie zweet. Dit zijn geen bijzondere tijden. En dan denk je, wat is het nou joh? Een minuutje 15. Maar het is 15 minuten, 50 bochten. Ik ga maar even deze kniehoek zitten. Schaatsen doet gewoon pijn. Geen Duitsers op de lange afstand bij de mannen. Maar Bart Schouten pak ik bij de training vanochtend. Die zegt, ik moet gewoon tegen die jongens zeggen elke keer, het doet pijn. Reken daar nou maar een keer op. Schaatsen doet pijn in die kniehoeken. Nog 2 ronden. Ja. 13.07, onthoud dat. Misschien finisht Sven Kramer wel het debuut van deze tijd. Eriksson versnelt flink. Je hebt veel over. Fabrice nog ontspannen op de tribune. Ja. De sporterstribune. Volwassen vent geworden, Fabris. Veel gewonnen. Kijkt enorm uit naar de Olympische Spelen. Hij gaat nog een persoonlijk record rijden, deze Zweed. Want hij reed nooit sneller dan 14 minuten en 40 seconden. Dat is een goede duurtraining voor hem. Misschien wel goed voor de ploegachtervolging. Kansen op een Europese titel hebben de Zweden al jaren niet meer. De laatste was Gustafsson. In 88. Daar is hij binnen met een nieuw persoonlijk record. Joël Eriksson namens Zweden 14-13-68. Ja, en 2 startplekken hebben de Zweden op het WK allround in Heerenveen. Reuler sneakt net naar binnen met plek 15. En hier... 14-26-47 voor de Italiaan. En daarmee zit het toernooi voor deze mannen erop. En is het eerste grote treffen, de eerste grote afspraak in Canada. Vancouver. Twee ritten, 10 kilometer gehad. Dan is het woord aan 2 Nederlanders die tegen elkaar moeten rijden. Nummers 7 en 9 van het algemeen klassement. Wouter Oldeheuvel, de nummer 7.
start in de binnenbaan. Rens Rottevel staat negende in het klassement. Onderlinge verschil is meer dan 15 seconden. Valt er voor Oldeheuvel nog wat te verdienen? Jazeker. De nummer 6 in het klassement is een Pool, Nietzwetski. Die moet hij kunnen hebben. En daarboven wordt het lastiger. Oldeheuvel, 11 op de 500. 8 op de 5 kilometer. Goeie 1500 met name gereden. Vierde plaats. Ja, Oldeheuvel had veel moeite gisteren met die zware omstandigheden. Kijk eens. En het is eigenlijk geen discussie geweest of Rottevel de laatste afstand wel zou halen. Daar maken we ons vaak druk om bij het Europese kampioenschap. Maar met die 500 meter, die hem eigenlijk niet goed ligt, met het persoonlijke record, doet hij lekker mee. Rottevel. En dan moet knappe tijd rijden om Christiansen en Haugli voor te blijven. Om Christiansen voor te blijven moet Rens Rottevel een persoonlijk record rijden. 13:42:25. Ja, dat hebben we tijdens de rit van de Noren ook gezegd. En dus ligt de lat erg hoog. Nu zeg jij, heeft hij het voordeel dat hij gewend is om op een koude baan te trainen? Ja, hij is gewend om van begin af aan te moeten werken. Om snelheid te ontwikkelen, ook op het rechte end. Hij rijdt natuurlijk ook wel in Erfurt, ook wel op goede banen. Maar hij is toch vaker te vinden op de Uithof in Den Haag. En daar hadden met name Kramer en Oldeheuvel toch een moeite mee. Door de kou die in de lucht zit, maar ook in de grond, is het ijs erg koud. Hoge luchtdruk, zware lucht. Dat zijn omstandigheden waar je hard moet werken. Je ziet ook dat Rottevel wat hoger ritme rijdt. Sneller de druk opzoekt. Je kan nu niet glijden. Wim en Elsen zei altijd ook toen ik het trainen. Glijden bestaat niet. Glijden is remmen. Je moet de druk opzoeken. Ja, zag je dat? Ja, zoveel ruimte mag Rottevel niet hebben, zegt Kempers. Nee, want dan kan hij niet van hem profiteren op de kruising. Je moet nu gebruik maken van elkaar. Het was mooi om te zien dat vrijdag de mannen met z'n vierde trainen. Maar gedurende de wedstrijddagen zochten de mannen hun eigen weg. Oldeheuvel was al samen met Kramer. Maar Rottevel trainde alleen. En ook Jan Blokhuizen trainde alleen. En we hebben in het verleden, met name in Olympische jaren, wel eens schaatsers gezien. Ja, kijk, hij maakt er goed gebruik van, Rottevel. Dit is precies waar Kempkers voor waarschuwde. Het is heel volwassen wat Rottevel hier doet. Zie jij het gebeuren dat in de komende jaren wij deze Rottevel ook weer terug gaan zien op grote toernooien? Want in het verleden was het wel eens zo, ja, een Olympisch jaar, dan krijg je wat andere namen en dan zie je ze niet meer. Ja, vanochtend had ik het met Bart Veldkamp ook over langs de baan. We hebben natuurlijk Ben Jongejan gehad, Ted-Jan Bloemen. Eigenlijk allemaal jongens die pure allrounders zijn. Geen middellang afstands, geen afstandsspecialisten om zo de wereldbeker circuit te halen. Potentieel gezien kunnen ze het allemaal doen. Nou, ze hebben eenmaal zo dat Karel Verheij ermee gaat stoppen. Ja, zo komt er ruimte. Er komt een klein beetje ruimte. Karel Verheij, als hij meedoet die plekken, dan is hij goed genoeg. Erbe Wermers heeft het natuurlijk een aantal keer gedaan. Maar deze mannen rijden zulke goede 5 kilometers. Dat soort types er niet meer tussen komen. Maar we hebben ook nog Koen Vermeij. Die reed vorig jaar mee. 4 op de 500 meter. Het is niet makkelijk. Komt Oldeheuvel mooi uit. Die laat expres Rottevel voorlangs kruisen. Maar die gaat meteen opzij. Ja. Daar heeft hij dus niet veel aan. Bijzonder hoor, dat Rottevel hier de leiding neemt. Rottevel was van de generatie Blokhuizen. En miste toen net het WK junioren. Miste net de aansluiting met Jong Oranje. Terwijl hij bij de 15-jarige de beste van Nederland was. Geert Kuiper. Rondetijd voor Oldeheuvel. Volg hem. Ja, de vraag is hoe de knie van Oldeheuvel het houdt. Ja. En hij ging zo op een hoop bij de Olympische kwalificatietoernooi. Hij doet wat voorzichtiger. Oldeheuvel rijdt vandaag wat meer met zijn hoofd. En we zijn nog maar een dikke 3 kilometer onderweg. 17 ronden nog. En dat is een end.
Rottevel heeft de snelste tussentijd. Sneller dan de Nooren Christiansen en Haugli. Christiansen kwam door in 4.56. En daar zit Rottevel nog net onder. Maar Oldeheuvel noteert de vierde tussentijd. Dus de twee Nooren die reden daar tussenin, virtueel gezien. Zo dicht zit het op elkaar. En Kemkes blijft maar roepen, Oldeheuvel, laat het gat niet te groot worden. Profiteer ervan. Ja, dat betekent dat Rottevel misschien weer een persoonlijk record gaat rijden. En dat heeft hij nodig, hadden we net al gezegd. Om Christiansen voor te blijven in het algemeen klassement. De Noor die nu tiende staat, Rottevel staat negende. En het tekent deze jonge schaatser dat hij daarvoor wil gaan. Het is niet eens een achterhoede gevecht, het is een gevecht in de top 10 van Europa. Maar daar telt ook plaats 8, daar telt plaats 9 en 10. De komende jaren wil hij sterker worden. Ja, en zo'n toernooi, ja, daar word je beter van, daar ga je van groeien. En luister, zo'n jongen die geeft veel energie, vraagt veel van zijn omgeving om dit te kunnen doen. Het is toch een bevestiging dat het de goede weg is, dat hij het kan. Garage Rottevel zal tevreden zijn, toch, met het optreden? Ik zie hem rijden in zijn corsatje. Van zijn achteroom, die hem een beetje sponsort. Kijk, en daar komt Oldeheuvel. Die kruist straks weer voorlangs. Want Rottevel ging naar de 33. Die moet weer terug naar de 32 hoog. Oeps, Rottevel. Die verliest nou elke ronde een paar tienden. En moet nu kijken naar het schema. Christiansen is nu langzamer. En hij mag maar een dikke seconde verliezen ten opzichte van de Noor. Anders zakt hij in het klassement. Zo onder bij de 6.50 rijden de mannen op de 5 kilometer. Nu gaat het afbouwen. En het allrounders die ik net noemde, Ted-Jan Bloemen. En ook Ben Jongejan blij zullen zijn met het optreden van deze schaatsers. Want Nederland heeft 4 startplekken op het wereldkampioenschap. En daar wordt nog om gereden straks. Bij het Nederlands kampioenschap na de Spelen. Weer in Heerenveen. Minimaal 1 man zal zich rechtstreeks plaatsen. En dat is Kramer voor het wereldkampioenschap allround. De anderen doen daar in principe niet voor mee. Hoewel Blokhuizen nu 4e staat. Maar die zou dan ook op de Spelen iets moeten laten zien. 2-6. Nee. Die kans is klein. Ja. Rens Rottevel die gaat in de 33ers. Oldeheuvel gaat voor een feel-good race. Die gaat een keer niet aanvallen. Want die gaat gewoon zijn tweede 5 kilometer sneller rijden dan de eerste 5 kilometer. Wordt er in de bocht aangemoedigd door Huust en Mooi en Wouters, de teammanager. Zes kilometer. Nu nog 10 ronden. 33-0 en 33-5. Jeugdige overmoed misschien van Rens Rottevel. Het is ook te hopen. Want dat worden wel de beste later. Niet sparen. En dat moet wel gezegd. Het zijn niet mannen die bang zijn voor pijn. Zoals de kritiek op de Duitsers. Ja. Dat heb jij gehoord uit mond van een eigen coach. Ja, en van Johnny Romme en Bob de Jong. Romme ging zelfs zover dat hij van de zomer een filmpje opnam van een sprongtraining. Om te laten zien wat wij vroeger deden. En dat stuurde hij op. Dat stuurde hij op. Met Dumpert, meen ik. Gaan we eens opzoeken. Ongelooflijk. Hij ging het maar voordoen. Het planken en het springen. Er wordt gewoon hard getraind. Vergelijken met Henrik Christiansen. Ja, dan is de marge nu te groot geworden om Rottevel niet te laten zakken in het klassement. Het mocht een dikke seconde worden, het zijn er inmiddels meer dan 2. Ook Oldeheuvel ligt achter bij de Noren. En nu Rottevel versneller in de rondetijd. 3 seconden heeft Rottevel nu achterstand op het schema van Christiansen. Dan kan misschien Oldeheuvel nog iets betekenen voor hem. Ja, Oldeheuvel, de 33-16, verliest in 1 ronde 16e.
Dat is een metertje of 6-7. Dat ineens langzamer is dan de ronde daarvoor. Nu het ademen, het hard uitademen. De slag wordt korter. Moet ook wel, het is geen glijijs. Je ziet het ook aanslaan. 3-3. Oldhoven versnelt een beetje. Het verschil met Christiansen en Rottevel meer dan 4 seconden. Dus de Noor gaat de Nederlander passeren in het klassement. En heeft hij nog te duchten van Hagley. Daar moet Rottevel 10 seconden voor blijven. Betekent dat Rottevel wel onder de 14 minuten moet. Ja, dat zit er nog wel in. Het gaat niet meer zo soepel, maar dat is niet zo gek. Kilometer rijden is ook concentreren. Vraag maar aan Veldkamp. Veel zit er dan tussen de oren. Je moet 25 ronden bij de les zijn. Dat is voor veel schaatsers moeilijk. Ja, en het is moeilijk te geloven dat je een verschil van 2/10 in de ronde, dat je dat kan voelen. Ja. Dat je dat kan sturen. Als een coach tegen je zegt, 1/10 sneller, dan kun je dat als schaatser voelen. Waar heb je het over? Een telgedeelte 10, toch is het zo. Dat zijn twee harde pushes in het tweede gedeelte van de bocht. En je voelt het ook aankomen. En dan kom je die kruising op en dan zie je dat rondebord. En in de bocht ben je er al mee bezig. Want als de denkers onder de schaatsers. Als er maar geen 3-6 staat, en dan staat er 3-6. Dan moet je hem oppakken. 3-6 is 33-6. En wat rijdt hij nu? 33-2. Oldeheuvel versnelt. Rottevel probeert mee te gaan. 33-4. En ja, nu rijdt Oldeheuvel vlakker. Oldeheuvel kan misschien wat gebruik maken van... Nee, Rottevel moet gebruik maken van Oldeheuvel. Maar dat gaat niet lukken. Het wordt nu echt werken. Ja, je ziet het ook. Bovenligger gaat zoeken. Knap hoor. En dat is op karakter. En dan houdt zijn knie kennelijk stand. Dan is hij nog in staat om sneller te gaan rijden dan Sverre Hagley. Die reed 13:45.80. Dan moet je nu onder die 33-0 blijven rijden. Rottevel vlak in de 33-4. Die heeft niets meer over. Er kan nog een Pool en een Fransman voorbij. Kan zelfs naar Blokhuizen kijken, Wouter Oldeheuvel. Voorzichtig begonnen, maar uiteindelijk... Verstandig gereden, Wouter Oldeheuvel. 32-3 heeft hij nog in de benen. Rottevel, wat overmoedig geweest, maar een geweldig toernooi hoor. Stort niet in. Dat is het juiste woord, hij stort niet in. Is toch een afstand die normaal gesproken beheerst. Conditioneel nog steeds in orde. Maar die knie. 13:45 was de tijd van Hagley. Daar rijdt hij ook op. 13:45.6 is hij 2/10 sneller dan Hagley. En Rottevel 13:50.03 verliest een plaatsje ten opzichte van Christiansen. Maar komt zelfs in de buurt van zijn persoonlijke toptijd. Daar zit hij maar 3 seconden boven. En dan heb je het goed gedaan, Rens Rottevel, onder deze omstandigheden. 4 Nederlanders rijden... De laatste afstand. En staat Oldeheuvel nu aan de leiding, gevolgd door Christiansen en Rottevel in het klassement. Is hij wel Hagley voorgebleven, maar Christiansen heeft hij dan toch voor moeten laten gaan. We zijn wel halverwege het programma.
van de 10 kilometer. En zien we dat Christiansen de snelste is op de 10.000 meter. Tot dusver met 13.41. Gevolgd door Oldeheuvel, die vooral verstandig heeft gereden. Ik denk dat dit het maximaal haalbare was op deze manier. 13.45. Gevolgd door Haugli. Ook 13.45. Daar staat het Rottevel op plaats 4. Gevolgd door Eriksson en Annesi. 3 ritten gehad. 6 namen dus in de uitslag. De beste is de Noor Christiansen. Blokhuizen, daar staat hij, de nummer 4 van het algemeen klassement. Maar zijn positie is nog bepaald niet veilig. Je hoeft alleen maar naar zijn directe tegenstander te kijken. En dat is een Fransman die het buitengewoon goed doet in het toernooi. Hij is de nummer 5 in het klassement. Het verschil tussen de twee mannen is een dikke seconde. Meer is het niet. En Blokhuizen zal dus nog zijn best moeten doen. De positie van Skobrev lijkt wel buiten bereik. Want dat verschil is toch wel groot. Maar je weet het nooit. En we zijn vertrokken. Zo, even goed weg, Blokhuizen. Dan pakt hij al een paar tienden. Een Fransman, een Pool, een Italiaan, een Rus en twee Nederlanders in de laatste 3 ritten van dit toernooi. Chappelle was de laatste kampioen namens Rusland. En dat verschil was niet groot. Ik weet niet of het nog steeds pijn doet, Bart Veldkamp. Die kwam tot op, nou, heel dichtbij in ieder geval voor die titel. En Blokhuizen vertrekt inderdaad voortvarend. Hij wil zijn gram eruit fietsen, uit schaatsen. Hij was niet tevreden over zijn 1500 meter. Jij zei, Martin, dat is de vermoeidheid geweest van dag 1 als reactie op 2 keer een pittige ziekte. Salmonella virus. Noro, ja, of... En hij wijdt het aan verkeerde concentratie op de kruising. Dus dat gaan we op de 10 kilometer van nu gaan we dat bekijken. Je weet uit ervaring dat 2 afstanden, de eerste dag gaat nog wel. Maar de tweede dag nog een keer 2 afstanden, dan moet je goed herstellen. Een Blokhuizen is nog jong. Zevende op de 500 meter, vierde op de 5 kilometer. Dat was goed, een 17e op de 1500 meter. Waarmee hij zijn kans op brons eigenlijk vergooide. Dan gaat het nog om een hoge klassering. Buiten de medailles om. Blokhuizen staat nu 4e. Maar moet de Fransman achter zich houden. En die Fransman is een taaier. Kennen we van het marathonschaatsen. Is goed in gevechten van man tegen man. En heeft in Blokhuizen natuurlijk een lekkere tegenstander. Hij rijdt... En dit is de tweede kruising. Kijk eens eventjes. De tweede kruising waar hij profiteert van Jan Blokhuizen. En daar is hij heel gewiekst in. Dit deed hij met de skielersport. Dit deed hij met marathonschaatsen. En hij doet het vandaag op het Europees kampioenschap. En wie doet dit ook? Koen Verweij. Kun je herinneren? Ja, dat kan. Precies. Maar dat hebben die mannen uit het inlineskaten. Die doen dat. Even sparen. Oppassen dat je natuurlijk wel goed gaat kruisen. Vries al wat in de rondetijd. 20 ronden te gaan. Maar het zijn allebei skiederaars. Rondetijd. Contain weer sneller dan de voorgaande ronde. De beide mannen zijn na 2400 meter sneller dan alle anderen. En weer zo'n kruising. Ja, dit is heel relaxed voor Contain. Die nog met Jack Ory getraind heeft. Ja, bijna 3 jaar. Het is een soort nomade.
Ja, reed toen ook de laatste afstand op het EK. Dat heeft hij eerder gedaan. Maar reed toen rond plek 11-12. Plaatste zich nog voor het wereldkampioenschap allround, voor de weken afstanden. En verbetert zich elk jaar. Ja, maar hij was eigenlijk gestopt met langebaanschaatsen. Op het EK skileren werd hij aangesproken door Ippolito Sanfratello. De man die we al eerder genoemd hebben. Die deel uitmaakte van de gouden Olympische achtervolgingsploeg uit Italië. Of Conte er misschien iets voor voelde om een maandje mee te trainen met Fabris in Turijn. Want er lag ijs, waar alleen zij aanwezig waren. Dat vond hij wel mooi. Vervolgens voelde Conte zich zo goed dat hij ook maar weer wat lange baanwedstrijden ging rijden. En zijn tijden waren zo indrukwekkend dat hij zich weer meldde bij de Franse Olympische Bond. Die er eerst geen hel in zagen, maar hem nu ineens wel gaan steunen. Want ja, ook zijn presteren hier valt op, zelfs in Frankrijk. Het is een kleine Franse schaatsbond waar alles gefocust is op het kunstrijden. Maar deze kleine Fransman doet het goed. Deze Fransman wordt overigens gecoacht. Ik weet niet of we dat mooi in beeld kunnen krijgen door een andere Fransman, Tristan Loire, die u morgen kunt verwachten op het ijs, op het natuurijs in Nederland, in Loosdrecht, waar de eerste grote natuurijsklassieker van stad zal gaan. Tristan Loire is een gelegenheidscoach. Dat heeft te maken met de afwezigheid van Colin Coach, die hier zou coachen, maar die is ziek. En zo trok de Fransman Tristan Loire, die toch ambities heeft om in de toekomst coach te worden, naar Noorwegen. En eigenlijk een beetje verrast door het ijs in Nederland. Want natuurijs, dat is zijn passie. Daar is hij goed in. Hij is zelfs winnaar van het Open Nederlands Kampioenschap geworden het afgelopen seizoen. Op de Wijzenzee. En zal dit jaar die titel verdedigen. En ik acht hem zelfs een van de gevaarlijkste klanten voor de Elfstedentocht als die gaat komen, de echte. Want Tristan Loire is een man van 200 kilometer wedstrijden. Staat hier dus zijn landgenoot content te coachen. Ja, Fabris. Mooi shot. Het makkelijk gefietst, schijnt meer dan 8000 kilometer gefietst te hebben. Maar dat is veel voor een schaats. Ronde na ronde profiteert Conte van de slipstream van Blokhuizen. En hij kient het uit. Let maar op, hij duikt er weer achter. Heel kort slagje. Probeert in de slag te komen. Maar dit gaat over het eind straks. Hier gaat gesprint worden. Het verschil dat overbrugd moet worden door Conte is 1¼ tel. En dat is toch een leuke spanning in deze 10 kilometer. Je weet dat het gaat komen. Ja. Beide heren 32-6. Blokhuizen rijdt heel stabiel, heel vlak zijn eigen race. Maar die Conte is een sluipmoordenaar. Neem dat van mij aan. Dit is ook de manier waarop hij nu rijdt. En hij geeft geen krimp. Komt weer in de buurt van Blokhuizen. Ja, sterk nog, hij komt nu in één keer ernaast. En Blokhuizen lijkt bijna te schrikken. Van, hé, hey, was je er nog? Maar het is ook een race. Gisteren heeft hij genoten van de race tegen Sverre Hagli. 31-2, kijk eens. Wat een versnelling van 1,4 seconden. En dit is geen versnelling, dit is een demarrage. Ja. Dit is een gat dat de Fransman slaat. En hij heeft een dikke seconde dus nodig. Ja, de Fransman is ook een oud ploeggenoot in de skielerwereld van Chad Hedrick. En wie deed dit ook? Chad Hedrick. Dit soort aanvallen. Maar Blokhuizen. Ja. Had hier wel enigszins op gerekend, kennen. Ja. Kent content. Ze kennen elkaar uit de skielersport. Het is met name in Bretagne dat die sport veel voorkomt. Blokhuizen nu 31-7, Conten 31-5. En de beste van het hele toernooi. En dat toont ook wel de strijdbaarheid van Blokhuizen. Die de kop niet laat hangen na zo'n matige 1500 meter. Maar hij moet nu toch Conten laten gaan. Ja,
31-5, 32-1. Dat is een groot gat ineens. Ja, en hiermee raakt Borkhuizen zijn vierde plek kwijt. Uit Saint-Malo komt hij. Daar in Bretagne wordt veel geskielerd. Dan was het Cédric Michaud die als eerste reclame maakte voor het lange baanschaatsen vanuit de skielersport. Michaud werd weer naar Nederland gehaald door Erik Hulsebos. En zo is de schaatswereld klein. Marchetto is nog niet helemaal tevreden. Nee, is het boven het schema dat ze afgesproken hebben? Contin rijdt sneller dan de gevestigde steers uit Noorwegen en Nederland. ...32-0, 32-1. Blokhuizen blijft wel vlak zijn eigen schema rijden. Hij heeft zich even laten verleiden tot 1-31er. En toen weer gelijk weer terug naar de lage 32ers. Hij houdt de Fransman in beeld. En toch heeft de Fransman in deel 1 van de 5 kilometer van de 10 kilometer... enorm geprofiteerd van Blokhuizen. Kijk, goede muziek bij de binnenkomst van Sven Kramer. Maar hij heeft de Tiger. 31-9. Blokhuizen rijdt zijn eigen race. Hij heeft Conté in zicht. 1,25 seconden moest het worden. En dat heeft Conté nu overbrugd. Dit is ook het verschil, laten we zeggen virtueel, tussen Kramer en Fabris. Dat wat u nu in beeld ziet. Minder dan 2 seconden. En de vorm van Fabris is dermate goed. Dat ik toch wel enige spanning verwacht op het team. Ja, en we hebben natuurlijk die strijd tussen Pukko en Kramer een aantal keer gezien op EK's en WK's. Aan de andere kant moet je ook zo eerlijk zijn om te zeggen dat Kramer op zijn sterkst is. Wanneer er ook maar enigszins wordt getwijfeld aan zijn superioriteit. Kramer schrijft graag geschiedenis in het kampstroos. Maar zover is het nog niet. Kramer heeft zijn schaatsen nog niet eens aan. Ook Conté is in staat om die extra slagpootje over bij het uitkomen van de bocht te doen. 32-0, snelste tussen. Fjerde parre waar Conté har tatt et klart tak om parkkameraten Jan Blokhuizen. Och han har också tagit ett klart tak om ledertiden till Henrik Kristiansen. Han ligger hela 10,7 föran Henrik som fortsatt leder. Och han har slått Walter Oldehöfel. Sverre ligger på tredje med 13.45,80. Men bägge disse två som är igång nu, alltså Alexis Contin och Jan Blokhuizen, vill nog bägge då ta över ledelsen i på 10.000 och också i sammandraget. Blokhuizen ledde ju länge och drog detta här till gott och väl 5.000 meter, men så kittade Contin med en 31-2 runde och parkerte Blokhuizen på någon runder här och har nu 50 meter ledelse. Det är imponerande. Och det är ingen tvil om att Alexis Contin, han är i färd med att göra ett av Frankrikes aller bästa mästerskap. Vi må helt tillbaka till André Koprianov på 60-talet för att finna tillsvarende. Och jag tror nog att fransmannen här ska sända många tankar till Colin Coates som inte kan vara här på grund av sjukdom. Men vi sender också våra tankar till Colin som har gjort en kämpejobb med Contin. Ja, det stöttar jag mig till Ove. Och det är moro att se Alexis Contin på denna 10.000 meter. Ja då, det går mot klar ledelse. Han har nu hela 14,5 sekund på Henrik Kristiansen och Jan Blokhuizen. Han har 9,7 sekunder, ligger han da foran Henrik. Så det er ingen tvil om at disse tar over i ledelsen nå. Og det er ny personrekord for Contin, 13.25.77. Og han kan virkelig vinke til publikum. 13.31.12 på Jan Blokhuizen. Det er sørgelig for han, men det er et
hundredel bak personrekord. Ja, jeg mektig imponert over denne mannen, Alexis Contain, som går på 13.25.77 og får nok en dårligste. Det blir nummer tre på denne 10.000, som han kopierer I så fall da 5.000 meteren fra I går. Det overraskende. Ja, det sterkt gjort. Han han har kommet kolossalt I løpet av denne sesongen. Og dette kommer til å gi blod på tann. Og kanskje også at Contain kan melde seg på I kampen om sterke plasseringer både på 5 og 10.000 meter I Vancouver. Her står Ivan Skåbrev klar. Skåbrev var langt bedre I dag enn det han fikk vist I går. Han var bra på 1500 meter, gikk på 1.47,82 og ble nummer tre. Og har Konrad Nitsietski som parkkamerat. Han ble nummer fem på 1500 meteren, 1.48,67. Og det gjennom det å vinne 500 meter, som han gjorde også denne gangen, med 36,07 og sterk 1500 meter, at Konrad klarer å komme seg til 10.000 meter I mesterskap. Ja, Karina, på indre bane, du har noe å berette. Ja, jeg har Sverre Haugli her. Han har akkurat tippet at franskmannen skal, nei, at Skåbrev skal gå inn på 13.19,67 på dette løpet. Du gikk ikke så fort med deg. Nei, I dag var det en tung dag dessverre. Hva det som gjør at det tungt? Jeg har vært gjennom en hard treningsperiode nå, og jeg håpet at jeg skulle vi spiser ikke ordentlig til det her, men jeg håpet å gå litt fortere I helgen likevel, men jeg var tung I beina rett og slett. Med tanke på det du har prestert her I helgen, og at det bare noen uker igjen til OL, hva slags svar har du fått? Jeg veldig fornøyd med 5000, og vi har trent masse nå I jula, og sa som så at går det bra her I EM, så det veldig positivt, og går det dårlig, så vet vi egentlig hvorfor, så vi følger bare planen vår, og jeg tror det vil bli veldig bra, men jeg hadde håpet på en litt bedre dag I dag. Det 10.000 meter du mest misfornøyd med I helga? Ja, egentlig det fordi den ofte en distanse jeg går bra på, og det to ting jeg vil huske fra helgen, og det 5.000 meteren min og publikum, da, det andre, det bare å få ut. Er det publikum som det største positive som har skjedd I helga? Ja, 5.000 meteren min også var veldig god. Så de to tingene, de absolutt verdt å ta med seg og huske på. De andre tingene, de bare å glemme fortest mulig. Og så det litt lenge igjen til OL? Nei, ja, litt sånn rett før, så det bør ikke ha noe å si, men jeg sikkert det skal bli bra I OL. Vi også. Takk skal du ha. Jeg synes vel det kanskje, Geir, at Sverre Haugli har en tendens til I mesterskap å levere sterke 5000 meter, og så svikter han litt på 10.000 meter. Det skjedde I fjor, og det skjedde også denne gangen. Ja, det gjorde det dessverre. Det ble en tung tur I dag, og vi så det også på 1500, at det var tungt og det kladda, og som han sier da, så han litt for sliten for øyeblikket, og det en sånn balansegang når du trener inn mot OL som være hovedmålet, og så må du legge inn ganske mye trening I desember, og time da EM, og I så fall så har han trent litt drøyt inn til dette mesterskapet. Ja, for at dere der hjemme nå skal få et klart inntrykk av hvordan situasjonen her, så det altså nå Alexis Contain som leder 10.000 meteren, 13.25.77 foran Jan Blokhausen, 13.31.12. Henrik Kristiansen ligger på tredje med 13.41.17. Walter Oldehøfel på fjerde og Sverre Haugli med 13.45.80. Han på femte. Og det Contain som leder I sammendraget foran Blokhausen og Walter Oldehøfel. Henrik på fjerde, og Sverre foreløpig på sjette. Det betyr nok at Henrik kan klare å kopiere sin beste prestasjon I Europamesterskap. Det en sjuende plass, og det ligger han veldig godt an til også denne gangen. For denne mannen som går her nå, Konrad Nitsietski, han må gå på 13.58,93 for å holde Henrik bak seg. Og det tror jeg han skal få problemer med, Geir. Jeg var litt opptatt her med å regne ut noe, Ove. Så. Ja, jeg sier bare det at Henrik har gode muligheter til å avansere
forbi en del løpere. Han har gjort det allerede, og legger også Konrad bak seg. Det er jeg helt enig i. Konrad, han må gå litt I underkant av 14 blank for å holde, eller klare å være foran Henrik I sammendraget. Da skal han jobbe hardt, og jeg tror ikke han skal klare det. Det blir det drøyeste laget som regel for polakken. Men Ivan Skåbrev, han åpner I forhold til Contain, så åpner han omtrent på samme måte, 1,1 bak. Men det som var tilfellet med Contain, det var at han gikk relativt pent og pyntlig de første drøye 5000 meterne. Og så klinket han til I siste del. Og da ble det veldig mange runder I underkant av 32 blank. Så Skåbrev har vel sett utviklingen av Contains løp og gjør det vel på samme måte. Og kommer til å vise seg kanskje fram da I avslutningen av denne 5000 meteren. Ja, han, vi husker jo samløpet med Håvard Bøkko før jul. I Bølkøppen på Hamar her I slutten av november, hvor han klinket tid på slutten og gikk en fantastisk avslutning på 10.000 den gangen. Ja, da hadde han en influensasyk Håvard Bøkko å kjempe med, så det var vel det minst gunstige øyeblikk for Håvard Bøkko å kjempe med Skåbrev. Ja, det jeg helt enig I, men han gikk tross alt på 13.01.41, som jeg ble veldig imponert av den gangen. Jeg synes han litt rettere I overkroppen, litt høyere. Posisjonen litt billigere nå. Det synes jeg også det var på 5000. Så han nok ikke I den formen han var her sist han gikk 10.000. Og se på vekslingssiden, så det Marchetto, treneren til Fabris, som maner Skåbrev til dyst. De har altså et samarbeid. Russland og... Og Italia, og får resultater av det, og så Contain med I denne gruppa. Så Colin Coates og Contain har samarbeidet med de, og det gir resultater helt tydelig. Nei, jeg prøver ikke å forringe Skåbrev sin prestasjon da han satte sin nye personlig rekord her I november. Det var et kjempeløp han gjorde, og at han slo Håvard da, det... Vil jeg bare understreke at det ikke var helt patent helsemessig I det løpet. Skal vi se nå da på Skåbrev som får 32,5, 1,7 foran eller bak Contain, mens Konrad han er 12,3 bak Contain. Han går altså brukbart her, men vi kan prøve å holde et øye med Konrad I forhold til den oppgaven han har. Han snart 200 meter bak Skåbrev. Oppgaven med å komme seg under 14 blank. 7.06.4 på Skåbrev, 32,5. Hentet et nytt tiddel på Contain, 1,6 bak. Men han har altså ikke begynt å kjøre forløpig. Han 1,5 sekunder bak 13.58, og det 33.5 inn til mål. Det klarer ikke Konrad, så det kan vi se bort fra. Ja, da vi ferdig med den kampen, Geir. Den over. Jeg redd. Men denne kampen her da, nå må han snart klinke til Skåbrev, ellers så kommer han til å tape mye I forhold til Contain. Det gjorde han akkurat her, for det var her at Contain klinket til med en 31-2-runde. Og nå plutselig Skåbrev 2,9 bak. Og så fortsetter Contain med to runder på 31-5. Han litt for høy, både med overkroppen og hofta her I svingen, og kommer ikke ned I de posisjonene som han gjør på sitt beste. Jeg ser vel ikke helt ut til at Skåbrev akter å ta opp kampen med Contain. Nå han 3,8 bak, taper mye nå per runde. Og det kan vel tenkes det at han ikke tar ut mer enn nødvendig, for han kan ikke oppnå noe annet enn en bronsemedalje her. Og de to som kommer I det siste paret, Kramer og Fabris, de så langt foran at Skåbrev har ikke noen mulighet til å få noe annet enn en bronsemedalje. Og det hans første I et internasjonalt mesterskap. Så han vel tilfreds der han går med det.
plutselig nå er han 4,6 bak franskmannen. Han kontrollerer dette her. Han går jevnt da rundt 32,5. Han fikk 32,3 nå, og han peiler seg. Da ligger det drøyt et sekund bak 13,35. Og han må inn på over 13,41,07. Ja, det holder det. Og det klarer han vel fint. Da han, da kan vi jo sammenligne med Henrik da etter hvert om han også han ligger an I forhold til Kristiansen. Henrik som kjørte så å si alle rundene på 32-tallet hadde 1.33-1 runde. Nå hadde Henrik på den runden Skåbrev inne I nå. Da hadde han 9.51-9. Så vi ser ved 7200 meter så ligger Skåbrev noe foran det med 9.48-2 og 32-2. Så han ser ut til å ta peiling på og innta plassen bak Blockhausen og da foran Henrik Kristiansen. Jeg synes han går kontrollert ut I den farta han gjør nå, blitt litt mer aggressiv I svinga og har da presset rundetiden noen tiendeler ned. Henrik kjørte her 32-4 og Skåbrev 32-2, så han får to nye tideler og nøyaktig 4 sekunder foran Henrik. Han myk og fin I bevegelsen enda, Ivan Skåbrev, så dette virker som han har full kontroll på. Han går en god runde her. Ja, det ser vel ut til at russeren nå bare gjennomfører denne 10.000 meteren på skapelig måte. Nærmest ta dette som en treningsøkt og sikre seg bronsemedaljen. 32 blank, øker farten litt da. Nå det ikke lenge før han ser Konrad Polakken foran seg. Ja, inspirerende for Skåbrev det. Og da kan det hende at farten blir skrudd opp ytterligere. Men han har altså 5,5 sekunder bak Contain, så han må hente mye nå. Skal han klare det? Men nå ser han I hvert fall polakken, og så skal vi se hva det betyr. Ja, han får denne gangen, så får han 32 blank, og da har han samme rundetid som Contain, men han ligger 5,6 etter. Og øker da stadig vekk til Henrik, og tar en sikker tredjeplass her. Det har vært en veldig god sesong for Ivan Skåbrev dette her så langt I år. I denne sesongen. Året ikke så langt enda. Det kan jo tenkes at Skåbrev nå ikke har forsøkt å toppe formen til dette mesterskapet. At han kjører bare gjennom dette, slik mange velger å gjøre. Med tanke på de olympiske leker som kommer I februar. For å ha en maksimal formtopp da. For det såpass kort tid nå igjen til OL at en formtopp nå hopper på en ny enn I OL, det vel kanskje litt utopi. Det veldig mange som gikk veldig mange løp en periode I november og begynnelsen av desember. Fikk en fin treningsperiode før dette mesterskapet og får også godt tid til å trene litt nå før OL. Så det nok noen som lagt på litt grovt inn mot dette mesterskapet. Ja, han kan vel kanskje ha en peiling på Blockhausen. Skal vi se om han... Og der passerer han Konrad. Det går greit det. Konrad blitt passert før han, så han vet hvordan det skal gjøres på 10.000. Rundene gjenstår for Skåbrev, som får 13.01.5. Men han såpass langt etter Blockhausen nå at han ikke kan klare andreplassen på tieren så langt. Blockhausen hadde 32-3 på siste runde og endte på 13-31-12. Han nok relativt godt fornøyd med at dette straks over. Og klarer altså å kjøre seg inn da til tredjeplassen og veldig godt fornøyd med sin første internasjonale medalje I et allround mesterskap. Vi gratulerer Skåbrev.
Og så det Konrad som har drøye 200 meter igjen og skulle altså vært I mål I løpet av 3 sekunder nå for å slå Henrik Kristiansen I sammendraget. Men det har han ingen mulighet til. Og Konrad han har gjort unna en 10.000 meter og det blir vel en ny en antagelig for Konrad I VM. Han godt fornøyd med det han har prestert. Det Conté som leder fortsatt da. Men det Skåbrev som har tatt over I sammendraget. Leder nå foran Conté og Blockhausen. Kristiansen på femte, Sverre Haugli på åttende. Og da skal vi tilbake til indre bane og Carina. Her står det med Håvard Bøkå som gjerne skulle ha deltatt selv her. Men hva tenker du om Sven Kramer, Enrico Fabris, duellen mellom dem I siste par? Ja, det blir Fabris som må angripe Sven. Og, om man gjør det fra start eller om man prøver på slutten. Det blir spennende å se. Det spørsmålet helt tatt tør å prøve. I fjor så sørget du for en veldig spennende 10.000 meter avslutning i din kamp mot Kramer. Tror du det blir like spennende I år? Nei, det hadde vært morsomt det, men jeg tviler litt. Det mulig Sven bare går fra start. Får se nå. Vi får se. De har I hvert fall travelt å komme og gå her, ser jeg. Ja, det skulle bare mangle. Det skal gå unna her. Og nå Kramer I hvert fall I posisjon til å gjøre mer mot Fabris enn det han fikk til på 1500 meter. Han ble nok litt for masete. Det ble litt anstrengende måte han gjorde 1500 meteren på. Virker litt for stresset. Ja, han gjorde det. Det var I hvert fall mye mer ro og teknikk I løpet til Fabris. Og det Kramer gjorde, han var nok litt ut. Sliten på den 5000 meteren også I går. Jeg synes jeg så det. Og her det bra at han ikke kitter til alt for mye fra start. Forholdet altså at Fabris må slå Kramer med 1,58 for å gå forbi han I sammendraget. Og så spørs det hva de gjør nå I starten her. Kramer ser ut til å bare nå ønsker å ha kontroll på Enrico Fabris. Men han vet jo at får Fabris det for rolig her I starten, så han farlig på slutten. Men det som Fabris greie på 10.000 meter, det at denne personlige rekorden hans på 13.10, den har faktisk stått nå I flere sesonger. Og jeg tror han har en helt annen respekt for 10.000 meter. Hatt I hvert fall inntil nå. I forhold til 5.